Goedemiddag, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Vrij weinig wolken boven Nederland vanmiddag. De meeste wolken die waren buiten onze landsgrenzen te vinden. En met name boven de Noordzee zijn wat wolken met buitjes te vinden... waarmee we onder andere morgen te maken gaan krijgen... En boven Duitsland, net ten oosten van Limburg, daar vinden we een aantal stevige regen- en onweersbuien terug. En die trekken allemaal geleidelijk aan richting het zuiden weg. Want de stroming is noordelijk geworden, waarmee de warme lucht uit ons land verdreven wordt. En dat zien we al deels vanavond terug, want in het noorden van het land loopt de temperatuur al een flink stuk achter op het zuiden. Het is vanavond eigenlijk vrijwel overal droog en de temperatuur ligt dan tussen 10 en 16 graden. De noorden, de noorden- tot noordwestenwind blijft flink doorstaan en is matig tot aan de kust soms krachtig, windkracht 4 tot 6. De komende nacht, dan liggen de minima zo tussen 5 en 8 graden en is het op de meeste plaatsen bewolkt. En in het noordwesten van het land kan misschien al een beetje lichte regen of motregen gaan vallen in de loop van de nacht. De noordenwind die neemt iets in kracht af, met name aan zee wordt die dan eventjes vrij krachtig, windkracht 5. Maar morgen overdag dan neemt de Noordwestenwind weer flink in kracht toe. Naarmatig boven land, krachtig aan de kust. En dan maakt hij het voor het gevoel extra koud. Want het is een, een stuk kouder dan de afgelopen dagen, met een maxima zo rond 12 graden. In de middag kom, eh, komt de zon af en toe nog wel bij, maar we blijven te maken houden met een aantal regenbuitjes of eh, soms wat motregen. Ook in het pinkste weekend niet heel veel verandering. Temperaturen veel lager dan de afgelopen dagen. Dus het, het scheelt letterlijk een jas. Wel komt er aankomende maandag op tweede Pinksterdag op sommige plaatsen een graadje bij. Met dan maximumtemperaturen tussen 12 en misschien lokaal 14 graden. En wat vooral het meest gunstig is, is dat de stevige Noordwestenwind iets in kracht afneemt en meest matig is. Nou, eigenlijk zijn we tot en met dinsdag nog niet van de buien af. En ook in de loop van de week krijgen we nog te maken met een aantal buien. Met name woensdag en donderdag lijken een aantal dagen te worden met flink wat buien of wat regen. Ook de komende periode. Is het iets koeler dan dat we gewend waren de afgelopen dagen, maar er zit voorzichtig aan een stijgende lijn in de temperatuur en misschien dat we in het begin van komend weekend lokaal alweer de 20 graden op de thermometer zien. Maar de spreiding in de pluim zoals je ziet, die is groot, dus er zit nog flink wat onzekerheid in. Mijn naam is Wilfred Jansen van weerplaza.nl.